Trainer, gefeliciteerd. Hij is al binnen. Ja, nee, top. Eigenlijk een droomstart. Maar ik had ook niet erop gerekend, zeg maar, dat we gisteren al periodekampioen zouden worden. Maar het is wel prettig. Kun je nu vrijuit spelen of maakt het niet uit? Je wilt gewoon die punten hebben? Nee, maakt niet uit. Je weet nu dat de periode binnen is. We weten ook dat we met Arnhem een soortgelijke ploeg ontmoeten als Roda. Het zijn twee ploegen die veel aanvallende intenties hebben. Ja, het gaat een lastige wedstrijd worden, denk ik. Aan de andere kant, we moeten wel glans geven aan de periodetitel. En dat kan alleen maar met winst. Dus, buiten die wedstrijd om, is na het binnenhalen van de periodetitel het kampioenschap nu een doel op zich? Ja. Ja, nee, het zou onnozel zijn om te zeggen van dat we nog steeds bij de eerste vier willen eindigen wat de doelstelling was en een periode pakken. Nou, de periode is nu binnen. Ik vind ook als je één periode kan pakken, kan je ook twee periodes pakken. En nou, we willen graag met 5 punten voorsprong naar Sneek. En dan kunnen we Sneek volgende week op 8 punten zetten. Nou, dan zijn ze voorlopig even weg. Oké, kijk ik nog weer verder vooruit. Dan zou je zomaar in de topklasse komen voor het eerst in de geschiedenis van een club als Roda Raalte. Wees eens eerlijk, heb je daar nu de ploeg voor? Nou, ik heb voor dat de competitie begon, heb ik ook aangegeven dat we binnen 2 jaar naar de topklasse moeten. Dat de doelstelling is. Maar als dat na 1 jaar kan gebeuren, dan vinden we dat niet erg. Hè? Dan gaan we daarvoor. Het is wel zo dat het niveauverschil tussen de hoofdklasse en topklasse wel groot is. En we zullen het daarin ontzettend moeilijk krijgen. Met andere woorden, willen we ook meedoen in die topklasse? Dan zal het bestuur de portemonnee moeten trekken? Ja, nee, heel erg simpel. Alleen ik weet al wel vanuit het beleid van de club dat we dat niet gaan doen. Dus we zullen ontzettend creatief moeten zijn. Ik vind dat we een hele goede basis hebben, zeg maar, in de selectie. Jongens met goed niveau. Alleen, de topklasse is een stapje hoger. Hè? En dan zie je ook vaak, kijk naar Bekwik Groningen, promoveert naar de topklasse, degradeert gelijk weer. Belangrijkste voor Roda Raalte is dat we een topploeg zijn in de hoofdklasse die eens in de zoveel tijd promoveert naar de... Of een topploeg in de hoofdklasse die eens in de zoveel tijd promoveert naar de hoofdklasse. En nogmaals, we moeten heel creatief zijn. Hè? Zoals we dit jaar ook zijn geweest met Jeffrey de Visser en Dennis Hettinga. We zullen rondkijken bij eerste elftal, eerste klasses, tweede klasses en derde klasses. Jeffrey de Visser, even een zijstapje. Heb je zelf nog tegen voetbal of niet? Ja, maar Jeffrey is dan wel het niveau topklasse. En die kan nu nog steeds in de topklasse mee. En we hopen ook dat we toch jongens kunnen aantrekken omdat we naar de topklasse kunnen gaan. Dat ze denken van potjandori, er gebeuren leuke dingen bij Roda, die gebeuren er. En dat je daar van daaruit toch spelers kunt krijgen. Spelers die bij wijze van spreken afvallen bij HC, die willen wij graag hebben. Maar ik ben bang dat wij ze niet kunnen betalen. Dankjewel. Graag gedaan.